Welkom bij Voor de Ommekeer TV, gesprek over een wereld in verandering. Mijn naam is Paul van Dient en ik praat met Kees de Kort. Hij is BNR-icoon en macro-econoom. Kees, welkom. Dag Paul, goedemorgen. Hoe gaat het eigenlijk met Nederland? Gaat het goed? Dat is altijd hoe je er naar kijkt. Dat, opgeteld gaat het op dit moment best aardig. Jij volgt ook de cijfers, de groeicijfers zien eruit, de huizenprijzen stijgen, de werkloosheid daalt, de inflatie is laag. Dan zou je zeggen, wat is er mis? Het probleem met de economie is altijd dat iets macro-economisch wel kan kloppen, maar dat er micro-economisch grote verschillen zijn. Dus er zijn groepen in Nederland met wie het fantastisch gaat en er is een behoorlijke groep met wie het helemaal niet goed gaat. Dus vanuit welk perspectief kijken naar de economie? Vanuit, je kunt vanuit naar het perspectief kijken van een land waar het goed gaat. Daar gaat het goed met de middenklasse. Hoor ik altijd van heel veel economen. En in Nederland zou het met de middenklasse veel minder goed gaan. Nou ja, internationaal, en daar kan Nederland zich niet aan onttrekken, verliest de middenklasse gewoon heel langzaam en zeker terrein. Met de bovenkant van de samenleving gaat het fantastisch. En de middenklasse verliest heel langzaam en zeker terrein. En dat heeft ook te maken met het beleid. Tot voor kort was de overheid zorgde er overal voor. Maar nu moet je gewoon over voor dingen zelf zorgen. Zelfredzame samenleving. En de onderkant van de middenklasse heeft natuurlijk last van automatisering. En automatisering op allerlei sectoren, dat kost ook banen. Dus die mensen verliezen heel langzaam maar zeker opgeteld een beetje terrein. Ja, dat het aan de onderkant banen kost, daar is bijna iedereen het wel over eens. Maar dat het in zijn geheel banen kost, die robotisering, digitalisering, daar spreken we elkaar voortdurend over tegen. De ene rapport naar het andere komt steeds met wisselende gegevens. Ja, maar ik denk dat je per saldo banen verliest. Kijk, die robots moeten gemaakt worden, moeten onderhouden worden, moet software worden geschreven, moet geïnstalleerd worden. Dat levert nu banen op, dat is onmiskenbaar. Maar als je op sommige sectoren kijkt, dan kost het ook wel veel banen. Dus ik denk dat per saldo, er komen banen bij, gespecialiseerde banen. En vrij veel banen zijn al verdwenen en gaan er wel verdwijnen. Dus ik denk dat het in termen van banen min is. Maar laten we eerst even kijken, wat je zegt, het hangt er vanaf hoe je er naar kijkt natuurlijk. Maar dan gaat het misschien per saldo redelijk goed, vooral als je naar de cijfers kijkt. De eurozone had tussen aanhalingstekens mooie cijfers te laten zien. Dat lazen we overal, tot er iemand kwam en die zei, ik moet even citeren, geloof me, beter dan dit gaat het niet worden. Ik dacht echt even, jij het was, want jij zei het even, jij het was het dus niet. Hè? Geloof me, beter, dit gaat het niet worden. Maar wie zou dit gezegd hebben, denk je? Ja, ik heb het ook wel gelezen, maar ik noem de naam. Klaas Knot. Ja, maar kijk, weet je wat ook is, Paul? Kijk, dat is met de economie ook. Het is nu, straks, en nu, korte termijn, middellange termijn en lange termijn. En dus we kijken heel erg, als we naar die economie kijken, naar nu. Ja. En nu staat er in Nederland macro-economisch, dat zei ik net al, best aardig voor. Maar op langere termijn is dat natuurlijk een ander verhaal. Heel veel mensen leven nog steeds met, als waarde, als je gewoon nu vergelijkt met voor de crisis. Je kijkt hoe we er nu voor staan, dan denk ik dat de problemen eerder groter zijn dan kleiner. Maar het punt is, het gaat natuurlijk al een paar jaar wat beter en het gaat nu best aardig. Maar spaarproblemen, pensioenproblemen, ongelijkheid. Schuldenberg. Er zijn een aantal punten die nu daadwerkelijk echt serieus slechter zijn dan 10 jaar geleden. Maar dat wordt een beetje gemaskeerd, omdat het nu al, vanaf 2013, 2014 gaat het wat beter en nu gaat het best aardig. Maar dat is natuurlijk altijd het beleidsprobleem. Concentreer ons op nu, of zeg op een gegeven moment, we kijken ook naar volgend jaar, over 5 jaar, of 10 jaar. Want de vergrijzing, dat heeft een lange termijn uitdaging. Productiviteit is een lange termijn uitdaging. Dat zijn allemaal lange termijn verhalen. Daar hoef je dagbasis niet naar te kijken. Maar is er wel, en het wordt groter. Maar kun je zeggen, als het zo is, wat jij nu zegt, dat je aan de vooravond staat van een grote verandering, van een ommekeer? Nee, maar kijk, ik begrijp dat jullie motto is, maar verandering is van alle tijden. Nou, nee, maar dat is niet mee eens. Verandering is van alle tijden. Als je de Nederlandse economie na de Tweede Wereldoorlog vergelijkt met die van de 60e jaren, de 90e jaren en nu. Niet alleen de Nederlandse economie, gewoon de wereldeconomie, dan is verandering is de name of the game. Verandering is er altijd. Maatschappelijke, technologische verandering, die sociale van altijd. Heb je altijd natuurlijk. Maar soms zijn ze wat heviger dan in andere tijden. En soms is de roep om een nieuwe tijd iets groter dan in andere tijden. Ja, maar de roep om een nieuwe tijd is vooral gebaseerd op het ontbreken van besef over de verleden tijd. Zo, Kees. Maar denk daar eens over na. Ik maak wel een Maar neem eens van, kijk, dan neem het samenstelling van Nederlandse economie. Weet je, landbouw, zware industrie, alle dingen zijn verdwenen, zijn nieuwe dingen teruggekomen. Ja. In het maatschappelijke verkeer zijn grote dingen veranderd. Ik zie niet dat Er is nu een vierde industriële revolutie. Chaotische tijden, chaotischer dan anders. We hebben al drie gehad.
De eerste, natuurlijk, maar dat duurt even. Op het moment, dan komt er één aan. Dus je leeft, laten we zeggen, er is een bepaald decennium. Is het wat heviger dan in een ander decennium? Ja, dat wel. Maar ik denk niet dat het zo heel veel uitmaakt. Nee. Maar wel, als je zegt, het gaat minder goed dan we denken. Dan denk je, nou, dan moet je toch maatregelen nemen, of niet? Ja, maar, nou ja, als voldoende mensen, dat is natuurlijk het hele verhaal, Paul. Als voldoende mensen ervan overtuigd zijn dat er wat moet gebeuren, dan kan het proces op gang komen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, het gaat fantastisch. Ja. Maar het gaat er wel om wie dan gelijk heeft. Hè? Want je hebt gelijk, uiteindelijk gelijk hebben en gelijk krijgen, dat is een groot verschil. Maar heb jij gelijk door te zeggen, nu is het gebeurd. In een democratie gaat het om de meerderheid. De meerderheid heeft gelijk. Of het zo is, maakt niet zo uit. De meerderheid beslist. Hè? Die kunnen hele domme dingen doen. Denk alleen maar aan het milieubeleid. Dat is echt extreem dom. Maar de meerderheid vindt het. Dus nou, misschien leuk om dat even als tussenwerking. Maar dat is ook een punt voor jou de laatste tijd. Ja, wat is er extreem dom op dat gebied? Wat is er dom? Alles. Tegen alles. Nou, ik loop even weg van de Nee, Paul, over een jaartje 10-15 gaan er een heleboel boeken verschijnen. Met daarin de antwoord op de vraag, hoe kan het dat de westerse samenleving 10-20 jaar geleden zo de weg kwijt was, dat ze krankzinnige bedragen hebben geïnvesteerd in technologieën die niet te doen en problemen die er niet zijn. Ja. Maar op dit moment, maar dat is een maatschappelijk proces, op dit moment zijn ontzettend veel mensen ervan overtuigd dat het in het milieu allemaal aan de verkeerde kant uit gaat. Mag ik het even simpeler maken? Ja. Dus zou het kunnen zijn dat jij zegt CO2 bijvoorbeeld? Is goed. Levensplantjes. Geweldig. Ja. Hoe meer CO2, hoe beter. Meer plantjes, minder honger. Ja. Dat is pas een echte ommekeer. Dat is een onderwerp voor daar kun je heel veel programma's over maken. Maar het punt is, we zijn een grote groep mensen ervan overtuigd dat er grote problemen aankomen in het milieu. Nou, en dat we daar iets meer aan moeten doen. En dat het mag kosten. Of het terecht is of niet, dat maakt niet uit. We vinden dat. En dan pas over in de loop van de tijd gaat duidelijk worden of dat terecht is geweest of niet. En mijn stelling is, mijn inzet is dat het voorkomen onterecht is geweest. Maar we leven er nu mee. In al die jaren op BNN Nieuwsradio kon je een mooie bingo voor jou maken, Kees. Met een hele hoop zinnetjes daarin. En ik zal er even een paar keer voor de zekerheid nog maar opgeschreven. Delay and pray en extend and pretend. Dat kwam heel vaak voor en dat is nog steeds van grote zeggingskracht, toch niet? Ja, laten we zeggen, op een gegeven moment, er zijn een aantal mensen die denken een probleem te constateren en die proberen het op de agenda te krijgen. Ja. Soms lukt dat wel, soms ook niet. Op het moment dat het op de agenda komt, hoe gaan we er dan mee om? Gaan we er wat aan doen of doen we het niet? En er zijn ook mensen die belang hebben bij die situatie, er zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de situatie, die willen niks doen. Dus wanneer komt de vliegval op gang dat er ook wat gaat gebeuren? En wat blijkt nou? Heel vaak een probleem wordt geconstateerd door een aantal mensen. Door de groep wordt groter en groter, maar het duurt heel erg lang voordat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren. Dus ontkennen, vooruitschuiven, dat kan heel lang blijven duren. Maar en dan kun je blijven doormodderen. Ja, maar je ziet met wel wat net over die milieuproblematiek. Dat is vrij snel op de agenda gekomen. En daar is wel vrij snel ingegrepen op een aantal plaatsen. Dus delay and pray en extend and pretend, dat geldt niet voor de hele CO2 en klimaatdiscussie. Die is vrij snel op gang gekomen. Maar dankzij wie? Dankzij met name de belangenbehartigingsgroepen, zijn die het? Ja, de optelsom van belangenbaarheid. Politici, Greenpeace, media. Die zijn erover uitgeraakt dat moet gebeuren. Het parlement heeft erop gereageerd. Internationale organisaties maken zich ook heel erg druk. Wetenschappers ondersteunen het verhaal. En op een gegeven moment, nou moet het gebeuren. Dat is maar Kees de Kort ontkent het verhaal. Ja, Kees de Kort ontkent het verhaal. Kees de Kort ontkent het verhaal niet. Kees de Kort zegt alleen, het milieu en het klimaat veranderen altijd. We hebben ijstijden gehad, we hebben warme tijden gehad en nou verandert het weer. De discussie is, hoe groot is de invloed van de mens? En laten we zeggen, de mensen die zich hele grote zorgen maken, die zeggen, de invloed van ons, mensen met wat we doen, is extreem groot. En mijn stelling is, het valt heel erg mee. De zon, invloed is heel groot, de oceaanstroming is heel veel invloed. Kortom, wij dragen zeker een steentje bij aan alles van alles nog wat, maar het is... In het grote spel de dingen stelt dan niet zo. Ja, maar het maakt nogal wat uit welke visie je hebt natuurlijk. Want als het grote deel van de mensen jouw visie zou aanhangen, dan zou betekenen dat je ook minder maatregelen hoeft te nemen. Ja. Aan de andere kant, er wordt nu dus heel veel geld over de balk gesmeten, vind ik. Ja, dat vind ik. Ja. Niet alleen ik hoor, er zijn ook al meer mensen. Maar wat zou je beter met het geld moeten doen? Waar zou je het geld beter kunnen besteden? Ja, wat zijn de probleempunten in Nederland? De zorg, het onderwijs, de vergrijzing. Er zijn genoeg maatschappelijke wensen waar geld aan besteed kan worden. Alleen op dit moment vinden de meerderheid met elkaar. Subsidie voor windenergie, subsidie voor zonne-energie, subsidie voor weet je wat, dat belangrijker is. Dus hebben de bejaarden het slecht. Dus dat onderwijs toch, dat zijn maatschappelijke keuzes. Die voortvloeien uit
Een groep mensen die hebben gezegd, jongens, dit is een probleem. En die hebben andere mensen. Ik zou bijna denken, als je Kees de Kort, dan zou je zeggen, dan serie je om een ommekeer. Het lijkt alsof ik het erin wil rammen bij jou. Maar ommekeer op verschillende punten natuurlijk. Hè. Ja. Kijk, het milieu moet ontzettend omgekeerd worden. Met andere punten. Dat is, ja, dus bij allerlei factoren. Maatschappelijk vroeger, technisch vroeger worden. Ja, en als jij... Je hebt een aantal genoemd, hè, maar ook groot, misschien wel onderliggend. In de hele wereld speelt het, de schuldenberg wordt groter. Maar als je op straat tegen me zegt, de schuldenberg wordt groter, dan halen ze het tegen. Iemand binnenkomt. Maar dat is precies een punt, Paul. Kijk, dat is abstract. Kijk, het milieu kun je zeggen, als het te warm wordt, of voor de kinderen. Nou, dan hebben we ons milieuvervuiling, duurzaamheid. Het wordt te warm, er is geen eten meer, veel eten meer. Dat spreekt u heel erg aan. Of het waar is of niet, dat is wel. Maar weet je wel, het komt thuis bij. Kun je mooi framen. Het komt thuis bij. We hebben te veel schuld. Dat ligt niet. Ja, dat is natuurlijk een veel, veel abstracter. Terwijl, dat is onterecht, vind je. Want dat verhaal van die schuldenberg, dat zou je op een hele manier goed neer moeten zetten. Daar zou je eigenlijk een heel goede marketeer op moeten zetten die het aan mensen duidelijk maakt dat er iets moet gebeuren, of niet? Ja, dan krijg je ook het punt van, wat moet er dan gebeuren? Ja, dat is heel simpel. Als we te veel schulden hebben, moeten we schulden afboeken. Eerst maar. En dan krijg je het allermoeilijkste wat er is, Paul. Ja. Het verdelen van verliezen. Kijk. Geld krijgen, dat wil iedereen wel. Maar geld inleveren is natuurlijk een totaal ander verhaal. Want dan gaan we een discussie krijgen. Oké, stel je voor dat je moet 10 eenheden inleveren. Wie gaat dat doen? Ja. En ja, ik niet. Jij wel, hij wel. Dus het verdelen van plussen is al moeilijk. Hoeveel krijg ik van de winst? Maar het verdelen van verlies is oneindig veel moeilijker. Dus dat hangt natuurlijk ook allemaal boven, waardoor die discussie allemaal vooruit. Maar het begint natuurlijk mee dat je ervan overtuigd bent. Althans dat de meeste mensen ervan overtuigd raken dat het nodig is. Dat het moet gebeuren. Wie houdt het tegen? Ja, de urgentie is er gewoon niet. De rente is lekker laag. Dat is een voordeel natuurlijk. Hè. Mensen kunnen hun schulden betalen. Ja, de huizenprijzen zijn... Ik bedoel, kijk in China. Stel nu dat je daar Xi de Kort, dat hij daar gewoon... maar dat hij de president was. Die kon gewoon een meerjarenplan uitschrijven. En zeggen, kijk, die schuldenberg, daar gaan we iets aan doen. Afboeken, met z'n allen. Ja, dat gebeurt maar, dan. Maar die staat voor hetzelfde probleem. Wie gaat dat dan betalen? Wie krijgt zijn geld niet terug? Wie gaat failliet? Kijk, iedereen... En dat zijn altijd, we komen altijd uit de problemen. We staan ergens en we gaan eruit komen. Alleen, in dat proces worden de bordjes verhangen. Er zijn winnaars in het proces en er zijn verliezers in het proces. En die winnaars die denken, nou, laat me komen. Dat gaat mijn kant op. Maar de verliezers, de mensen die aanzien komen van wij gaan in de min staan als dit probleem over is. Die gaan zich verzetten. Die gaan politiek invloed uitoefenen. Die gaan proberen tijd te keren. Die gaan roepen dat het allemaal heel erg meevalt. Dus die verliezers, de potentiële verliezers in een veranderingsproces... Die zijn moordelijke tegen. En die proberen natuurlijk de maatschappij zo te beïnvloeden dat er gewoon niks hoeft te gebeuren. Dat alles wel goed gaat. Dat alles wel goed komt. Want dan voorkomen zij dat zij verliezen gaan leiden. Dus dat proces van winnaars en verliezers, dat is een cruciaal proces om maar te begrijpen. Maar wie weet wat hij moet doen? Ik heb hier een lijstje van jou, hè? Citaatje van jou namelijk, wie doet niet wat hij moet doen? Nou, dat gaat om de volgende mensen. Dat gaat om falende media, het gaat om de lobbymacht, het gaat om slimme PR-bureaus, het gaat om bange politici. Nee, maar dat is het conglomeraat bij elkaar. Ja, maar neem even terug naar die energietransitie. Kijk, dat is subsidie. Iedereen krijgt dingen. Ja. Niemand hoeft iets in te leveren. Nou, daar is iedereen voor natuurlijk. Ja. Zonnecelletje op je dak, krijg je geld. Windmolen in de tuin, krijg je geld. Ja, iedereen krijgt geld. Ja. En dat geld betaald wordt... in de vorm van belastingen die verspreid worden over 7 miljoen Nederlanders. Dat zit verborgen in aansluitkosten, dat zit verborgen in energie. Dat zien we niet zo goed. Nee. Dus dat is, voor de kinderen hebben we alles over. Maar Groningen veilig maken, fantastisch. Maar tegen niemand zeggen dat het ook ons geld gaat kosten. Dus, en dat misschien in de kou moeten hebben. Nee, precies, natuurlijk. Maar dus, weet je wel, het verhaal is, voor de kinderen is iedereen... Dat is sowieso, dat komt op de agenda te staan. Ik hoef niks in te leveren. Sterker, een heleboel mensen krijgen geld. En de kosten worden gewoon verborgen en verspreid over heel veel mensen. Ja. Dus daar heb je heel veel belangstelling voor. Maar nou schulden afhoeken. Hey, weet je wel, Paul van Lint. Ja. Ja, die verdiende vorig jaar een ton. Ja, die heeft een ton op de bankrekening staan. Dat worden er 70. Oh, weet je wel, dat moeten we niet hebben natuurlijk. Dus dat is op maat. Dit soort dingen niet naar buiten brengen. Nee, dat we al Facebook, dan ga jij ook nog een keer. dat is het op maat gesteden werk. Iedereen voelt aankomen. Ja. Dat ben ik, weet je wel. Ja. Ik krijg geen geld. Ik ga minder. Dus dat maakt het aanpassingsproces ook moeilijker. Krijg je dan nou 5000 euro per bijdrage bij BNR? Of is dat een gerucht? Dat is iets meer. Dit verhaal is duidelijk. Maar dan toch dat lijstje van jou. De lobbymacht, de falende media, de slimme PR-bureaus, de bange politici, die... groep bij elkaar. Is dat een conglomeraat dat wel of niet in staat is tot verandering? Dat is per onderwerp anders. Per onderwerp zit iedereen te kijken, hoe sta ik erin?
En als jij gaat winnen, als jij er positief uit kan, ben je helemaal voor. Maar er zijn onderwerpen waar heel veel mensen slecht uit gaan komen. Ja, dan verzamelen als het ware die partijen zich om te proberen tijd te keren. Maar het gaat, ik praat nu met jou, dus we gaan ook even uit van jouw visie. Hoe jij de wereld wil veranderen of hoe jij denkt dat de wereld ten goede gekeerd wordt. Wat zou je dan moeten doen? Wie heb je dan nodig? Heb je daar in de eerste plaats politici voor nodig? Daar heb je die mensen voor nodig. Alleen je moet ze voor je kaartje spannen. Je hebt kijk, in een bedrijf is het heel simpel, Paul. Als jij bent de verkoopmanager en die verkoop is onder druk. Dan moet er wat gebeuren. Dan ga je een overleg met de directie. En dan die zetten nog aan wat er gaat gebeuren. Ja. Maar dat is in het maatschappelijk proces is dat natuurlijk niet zo. Dan moet heel veel mensen eerst bestaand erkend worden. Moeten mensen over de streep getrokken. En dan moet je mensen overtuigen dat een grote groep dat moet gebeuren. We hebben tegenstanders. Het is natuurlijk niet in een bedrijfsrekening is iemand de baas. Maar dat is in het maatschappelijk veer dat natuurlijk niet zo. Dan hebben heel veel mensen in invloed elkaar. Dus dan krijg je een PR-bureau erbij. Je kunt je insteken in de media. Dat kun je allemaal proberen. In de hoop tijd, klimaat, in die zin te keren. Nou ja, je hoopt daardoor op onafhankelijke geluiden in de media. Daar heb ik vaker met jou over gesproken. En het is heel moeilijk, want heel veel mensen hebben wel belangen. Dat zien we ook bij wetenschappers, dat zien we ook bij heel veel andere clubs. Maar dat maakt dat die processen, dat delay and pray and extend and pretend, zo makkelijk doorgaat. Iedereen zit erin, heeft een belang erbij. Dat het zo blijft, dan wel dat het verandert. Maar we leven in tijden waarin nogal wordt afgegeven op dat nepnieuws, op die media die ons aan alle kanten misleiden. Facebook, noem maar op, sociale media oppassen. En daar heb je tegenover een aantal media die echt onafhankelijk zijn, die ons het echte nieuws brengen. Vind je dat terecht onderscheid? Nee, wat je gewoon ziet gebeuren is dat die media, in mijn persoonlijk zijn het vaak veel meer actievoerders geworden en fanboys. En dat betekent dat ze net zo gaan handelen als politici. Kijk, politici liegen niet. Die vertellen alleen niet wat ze niet uitkomt. Dus je hebt rond 6 feiten. 4 positief, 2 negatief. Dat is halve zelfs. Nee, dat gaat nergens over. 6 feiten. 4 die ondersteunen jouw verhaal, die noem je. En die 2 ondersteunen jouw verhaal, die ken je wel, maar die noem je gewoon niet. Dus de indruk wordt gewekt, creëer een bepaalde indruk. Ja. En dat zie je in de media ook steeds meer gebeuren. Ze pakken cherrypicking, wat hun verhaal ondersteunt. En de rest laten we gewoon weg. Dus er wordt niet gelogen. Dus we hebben geen onafhankelijke media in Nederland? Of wel? Ze zijn onafhankelijk, maar ze zijn partij geworden. Maar ze zijn partij geworden. Ja, heb je het over NRC Handelsblad, de Volkskrant, NOS, WNR Nieuwsradio? Duurzaamheid, transgenders, energietransitie, Trump is een ergens en Wilders moet dood. Maar je eigen zender ook of niet? Die is wel onafhankelijk, hè? Er zijn heel weinig. Dat mag hier wel gezegd worden. Ze zijn echt onafhankelijke zender. Maar het punt is, de mensen die er werken, wat je steeds meer ziet gebeuren, die laten hun persoonlijke voorkeur meewerken in hun werk. Door onderwerpselectie, in de selectie, wat selecteren wel en wat selecteren we niet. Maar is dat meer dan vroeger in het verleden? Ja. Het zuilensysteem, maar toen was het toch duidelijker, maar toen ging het echt onbelangrijk. Maar dan wist je het. Kijk, ik van Willis weet ik ook wat hij vindt. Maar wat nu met PR-bureaus ook en actievoerders. Weet je wel, het algemeen belang wordt als het ware op tafel gelegd, maar ze hebben een agenda. Ik heb niks tegen actievoerders, Paul, prima. Ik heb ook niet tegen fanboys, ook allemaal prima. Maar ze zeggen dat ze zijn journalisten. En dan heb je hoor en wederhoor, feiten en dan pas een mening. Jij nu zegt, ligt daar toch echt een terreinbraak voor veel journalisten. Als je ziet dat we misleid worden aan alle kanten, dat er heel veel van die fanboys zijn, dan denk ik, dan is er ruimte voor echte onafhankelijke journalistiek. Die actievoerders en die fanboys, die brengen het proces in hun gewenste richting. Die zijn goed, die vinden dat ze goed bezig zijn. Want voor ons is milieu ook belangrijk, dus we gaan heel veel dingen over milieu schrijven, maar niet over de kosten, niet over de consequenties. Maar wij zijn spelers in het maatschappelijk spel. Maar dat geldt voor alle media, vind jij? Er is niet één... Dat in meer of minder kerst op de taart, niet één uitblikken. Je had vroeger dat je de trias politica, de vierde macht waren ambtenaren, de vijfde macht, de controleurs, van alle wat misging, dat was de pers. Zeker. En de pers is nou partij geworden, op een heleboel plaats. De pers is partij geworden op een heleboel plaats. De media. Ja, maar dat is Louis van Gaal. Maar wie dan? Man en paard? Ja, wie niet? Dat kun je maar noemen, weet je. Maar kijk nou gewoon eens hoe Trump in Nederland, hoe die als het ware in het nieuws is. Nou, in Amerika heb je de New York Times, de Washington Post, kwaliteitskranten. Die haten Trump tot in hun vezels, nog steeds elke dag hyperventileren en schuimbekken. Dat staalt door die hele krant heen.
de Nederlandse media, Amerikaanse kwaliteitskrant, die schrijven dus gewoon New York Times en Washington Post over. Ja. Dus wat komt er in de Nederlandse media? Trump doet alles fout. Ja, en dat is beeld. Ja, dus ja. Zo, omdat de Nederlandse politici, van Nederlandse schrijvers, Trump ook een Neandertaler, die moet het niet zijn, verschrikkelijk, alleen maar slecht. Dus dat past in hun beeld, dus dat beeld wordt gepusht. Ik zou zeggen, ik sta er wat genuanceerd in, maar dat geeft een keis. Dat weten we allemaal van. Dat sta je gewoon elke dag te bewijzen. Dankjewel, Kees. Maar het gaat er wel om dat, als je dit zegt, dat is een stevige aanklacht, maar tegelijkertijd, want ik denk natuurlijk altijd met ommekeer in mijn achterhoofd, daar is dus tijd voor wat nieuws, voor nieuwe ontwikkelingen. Zou je dat willen? Maar dat moeten mensen ook willen. En dat is ook een maatschappelijk proces. Je ziet als het ware, ik denk dat het te maken heeft met internet. Je kunt heel makkelijk je vrienden zoeken met internet. Vroeger... Door de versplintering. Door internet. Vroeger moest je altijd in gesprek blijven met mensen. Ook al had je rare ideeën, moest je altijd... Wie heeft dan nog meer rare ideeën? Dat wist je niet. Nee. Dus moest je praten met iemand die een heel ander idee had. En nu met internet kun je gewoon zeggen, ik heb een raar idee. Ik zoek gewoon via internet. Heb je in no time mensen gevonden die hetzelfde vinden. Ja. Dus mensen zoeken elkaar op, mijn soort mensen met mijn soort ideeën. En de rest, die begrijpen er niets van. Je gaat niet meer in gesprek met anderen denken? Nee, veel minder. Omdat je gaat in gesprek met je eigen vrienden. Ja. En dan krijg je een soort echo-bubbel. En die vinden elkaar allemaal goed. En die andere ideeën vinden, die zijn ook heel dom. Die begrijpen er niks van. Dat zijn reactionair, racisten, god weet wat, weet je wel. En dat is nu met dat internet is dat natuurlijk veel makkelijker geworden. Want je kunt elkaar vinden. En dus kun je ook... Waarom zou je praten met iemand die het met je eens is? Laat jij op BNR Nieuwsradio elke dag een onafhankelijk geluid horen. En je volgt het ook als een soort feuilleton. Dat is een beetje toch jouw... Feuilleton over de wereldeconomie. Ja. Hoe ontwikkelt de wereldeconomie zich? Dat is een beetje mijn... Onafhankelijk. Ik heb het al die jaren met jou mogen meemaken. Ik heb jou nooit betrapt op voorkeur voor dit of dat. Je bekijkt heel veel sites ook. Ik heb heel veel gevraagd ook waar zit je te zoeken. En die hou je voor je. Of wil je die nieuwe baan van met economische ontwikkelingen. Dan kun je niet zoveel van mening verschillen. Maar weet je, milieu... integratie, islam, dat zijn natuurlijk hot issues, weet je. En dan kun je op een gegeven moment je terugtrekken in je eigen groep uit de economie. Ja, weet je, je kunt de economie groeien met 3% of met 2,5%. Waar we het over hadden, dat is nogal belangrijk. Ja. Kun je van mening verschillen wat ermee moet gebeuren. Dat geldt ook voor doorstimuleren bijvoorbeeld, ECB, wat in Amerika... Daar is dan wel verschil van mening over. Dat ligt natuurlijk minder gevoelig, op korte termijn in ieder geval, dan... die maatschappelijke onderwerpen. Wat betekent dit dat jij zo ongeveer de enige onafhankelijke... enige onafhankelijke geluid vertegenwoordigt? Nee. Je moet denken in termen van patronen. Je ziet op een gegeven moment een patroon... dat mensen meer actievoerder worden, meer... Dat in vergelijking met 20, 30, 40 jaar geleden. Ja, jij gaat ook al lang mee. En dat het een beetje versluierd wordt. Vroeger, wat je net zei, VPRO, dan wist je gewoon... VARA is gewoon goed links, arbeiders, de basis slecht. Dat was gewoon... partijpolitiek. Maar gek genoeg lijkt dat dan een beetje toch op deze tijd. Ja, alleen terugtrekken in de eigen alleen, niet met anders denken alleen, in gesprek. Niet met een verborgen agenda, maar niet met een uitgesproken agenda. Ja. Je leest het wel, als je een beetje op let, dan zie je het ook wel. Maar VARA was uitgesproken. Net als politieke partijen uitgesproken zijn. Versluierend. En nou is het een beetje versluierend. Ja. De indruk wordt gewekt, wij zijn journalisten. Voor hoor en wederhoor. En we kijken er goed naar. Maar dat is niet zo. Toch ken ik veel journalisten waarvan ik de indruk heb, tenminste, dat ze hun werk wel naar behoren doen. En wel proberen hoor en wederhoor te plegen. En wel proberen ook dat feuilleton voor jou ook gestalte te geven, op hun eigen manier. En dat doet de een beter dan de ander. Maar dit, nee, serieus, gaat het voor jou echt om 90% van de media? Of is het een klein deel? Nee, hoor, nou niet uit. De media is wel één onderdeel van het... Maar daar hebben we het nu over. Dat is één onderdeel van het grote proces. De PR heeft natuurlijk ook actievoerders. En er zijn wel een heleboel dingen mee die met elkaar maken... dat dingen gebeuren of niet gebeuren. In het milieu. Dat is een hele effectieve lobby. Een extreem effectieve lobby geweest. Ja. Nou, dat kan je niet ontkennen. Schulden. Dat mensen die zich zorgen maken over schulden. Ja, dat wordt totaal niet gedragen door bijna niemand. Dus dat zal wel. Ja. Okay. So what? Whatever. Stel dat ik jouw analyse aanhang en ga volgen. Dan zou ik dus denken. Ik beoordeel die groep. Iedereen beoordeelt de groep. Ik tot de media. Dan denk je, daar zou iets kunnen veranderen. Iets teweeg kunnen brengen. Dat sowieso, maar de vraag is, weet je wel, als jij als het ware met jouw groep, die via internet leren bekennen, iets vindt, ja, zit je dan te wachten op een verhaal wat daar als het ware mee dat als het ware ondermijnt of minder sterk maakt. Dus je kunt iets wel brengen, maar de vraag is, wordt erop gewacht?
Of zit iedereen toch veel meer in zijn eigen gelijk te krijgen? Uiteindelijk denk je, je begint misschien goed, maar een beetje, ja, er is geen publiek voor. Dus nou, laat ik hem maar aanpassen, zodat er wat verdieners komen. Er is natuurlijk altijd een publiek voor. Alleen de grote vraag is, hoe groot is het publiek? Met jullie ook, met voor de ommekeer. Kijk, iedereen die denkt, het gaat prima. Dat is niet jullie publiek. En de mensen die als het ware overal doen en verdoemen zien, dat is ook jullie publiek niet. Want daar zijn jullie veel te langzaam voor en te traag. Dat is voor jullie wel een publiek. Alleen, dat mensen, denk ik, dat mensen, dat zie ik een beetje gebeuren, zich een beetje zoek hun gelijkgestemde. Maar betrekken dus op jezelf. Je hebt natuurlijk ook met het publiek te maken. Je krijgt allerlei reacties. Langzaam de grote fanbase opgebouwd. Laat jij het daardoor invloeden? Ja, ik heb geen idee hoe mijn publiek is. Ik krijg ook heel weinig reacties, Paul. Ik probeer me ook wel een beetje onvindbaar te houden. Ja. Dat schept ook nee, wel. Maar dat helpt uiteindelijk wel toch in je onafhankelijkheid. Je niet op taal, dat je niet elke dag door 10 mensen beïnvloed wordt van Kees, ga dat eens roepen. Je hebt je niet verbonden in het bedrijfsleven aan bepaalde... je bent geen vriend van banken, je bent geen vriend van bedrijven. Ja, dat heeft ook weer financiële consequenties natuurlijk. Kijk, als je nergens bij hoort, krijg je geld. Dat is ook voor heel veel mensen een punt. Dat snap ik ook wel. Grote hypotheek, tweede vrouw, dure kinderen. Of vind jij geld niet belangrijk dan? Ik heb niet zo nodig, nee, dat scheelt. Nee, ja, maar mijn punt is... Als ik weer voor jou meekijk, dan denkt hij dat is goed om te weten. maar je snapt het punt, weet je wel. Dus, nee, ik snap dat een heleboel mensen gewoon... Ja. Ja, het is niet helemaal zo, wiens woord men spreekt. Woord men spreekt, wiens brood men eet. Ja, dat is niet helemaal zo. Spreekwoorden nooit doen. Dat hoor je de mensen wel... Dat is niet helemaal zo, maar dat speelt wel mee. Kijk, dat was in die beleggingswereld vroeger ook al. Weet je, mocht je mee met een bedrijf op een tripje, bijvoorbeeld daarna. En dan moet je daarna gaan zeggen dat het een slecht aandeel is. Ja, wel, dat is niet leuk natuurlijk. Dus zo is dat spel van economische belangen en posities en maatschappelijke waarden. Dat speelt daar natuurlijk doorheen. Als jij natuurlijk heel veel subsidie krijgt, dat gaat nooit kleiner worden natuurlijk. Nee. Kijk, Greenpeace, Paul, het gaat nooit beter met het milieu. Dat kan ik je nou al vertellen. Het gaat nooit beter met het milieu. Het gaat altijd slechter. Misschien na dit gesprek. Nee. Ze zich daar open voor stellen. Maar het gaat nooit beter met het milieu, Paul. Want het levert gewoon geld op. Maar is het aardige wel dat je steeds hebt. We hebben in dit gesprek ook gehad. Je hebt een aantal genoemd. Je zegt dat zijn de grote lijnen. En dat is belangrijk. En als ik dan tussendoor even zeg. Je zegt politici liegen. En ik zeg... liegen nooit en die zich al bezelf zeggen, nee, dat is klein bier. Dat is klein bier. Maar dat is allemaal klein bier, maar dat behandel je af en toe wel of niet. Maar dat is verder geen grote lijn. Voel je datzelfde gelden voor de discussie rond ING en Jeroen van der Veer? Is dat ook klein bier of is dat een grote verhaal? Ja, ik vond een klein bier. Dat is opwinding in een borrelglas. Iedereen kon zijn plasje even doen, even laten. Kijk, in het Amerikaans heet het virtual signaling. Je zegt iets... om je vrienden te laten zien dat jij helemaal oké bent. Hey, ik ben ook zo. Ja. Het heeft geen enkele betekenis. Maar jouw vrienden zeggen dan... God, die paal vrienden, een goede gozer. Want die vinden dat wij ook vinden. Ze zeggen het hardop. Ja. En dat zie je ook heel vaak gebeuren. Waar mensen zeggen dingen... totaal niet gericht op het vinden van een oplossing... of het neerleggen van een probleem. Nee, horen mijn vrienden... dat ik nog steeds voor hun in de weer ben. En dus dat was ook een opwinding over niks. Nou ja, maar het kwam erop neer. Dat daarom is wel een mooie case, zou ik bijna zeggen, een mooi geval. Omdat in deze situatie iedereen over Jeroen van der Veer heen viel. Het was ook het beeld van, kijk eens, die vertegenwoordiger van het All Boys Network. Die gewoon zijn eigen baas heel miljoenen gaat toekennen. Terwijl het onnodig is. Ja, allemaal te weerlopen van links op rechts tegen deze man. Dat is grandstanding. Voor je onterecht. Ja, dat is allemaal grandstanding natuurlijk. Hè. Nee, maar even eens voor je onterecht. Ja, dat is natuurlijk onterecht. Maar ik zal een voorbeeld geven. Hij had dus toch gelijk van de Veer dat hij zegt, nou, Hamers mag wel iets meer verdienen. Ja, wat bemoeit ik Hamers ermee? Kijk, maar grandstanding. Hè. Zien jullie allemaal hoe oké. Kijk, ik ben goed bezig. Maar we hebben altijd even dus discussie over belastingontwijking. Ja? Tweede Kamer altijd ontzettend verontwaardigd als er weer een verhaal naar buiten komt. Waar komen die regels vandaan? Worden die gemaakt door Paul Verlinde en Kees de Kort? Nee, die worden gewoon voorgesteld door iemand en goedgekeurd door de Kamer. Dan worden ze goedgekeurd, hè? Want iedereen is het over eens. De meerderheid is het over eens. Dan ontstaat er een rilletje, omdat één bedrijf te weinig belasting betaalt. En dan gaat iedereen weer in de hoogstaat van opwinding raken. Dan zou je zeggen... Pas die regels dan aan. Zeg dan op een gegeven moment, jongens, we gaan langzaam maar zeker al die regels uitfaseren. Nee, iedere keer gebruiken om in een maximale hoeveelheid opwinding op te wekken. Zien jullie mij? Kijk eens hoe goed ik bezig ben. Terwijl je als Kamer daarvoor gewoon zelf die regels hebt gemaakt. Ja. Of tenminste, in het toegestemd. Nou, als je deze vergelijking maakt, dan nog eentje. Enorm veel opwinding dus over Van der Veer, over Hamers, over ING. Minder opwinding van al diezelfde politici en ook media inderdaad over voetballers heel veel verdienen. Ja. Nou, is dat vergelijkbaar, denk je, of niet?
Stel je voor dat jij in Amsterdam, je in Amsterdam gaat zeggen, in Amsterdam zitten reserves op de bank die 1 miljoen per jaar verdienen. Miljoenis. Dat maakt niet uit. Dus die 1 miljoen per jaar. Ik gun iedereen zijn miljoen. Ja. Dus die traint gewoon een uurtje of twee per dag en die vindt 1 miljoen per jaar, hoeft niet te spelen. Ja. Dat lijkt mij ook wel overbetaald, of niet? Ja. Je presteert en toch krijg je 1 miljoen per jaar. Of nog meer. Toch een miljoen per jaar. Ja, zeker. Maar als je dat nu in Amsterdam gaat roepen, dat dan wat dan moet gebeuren, dan breekt de hel los bij de Ajax-fans. Ja. Dus gewoon Jeroen van Veer, anoniem, praat met een aanloopje in zijn keel, doe niet echt lekker mee. Dan kan iedereen thuis roepen, kijk maar eens even goed bezig zijn, maar ga jij thuis even roepen dat Ajax heel veel betaalt voor mensen die niet werken. Want die in ieder geval niet opgesteld worden. Nee. Ja, dus dat is heel vaak selectief verontwaardiging, grandstanding en, jongens, zien jullie, ben goed bezig, hè? Jullie vinden het toch ook? Ja. Ja, dus je ziet hoe economie en psychologie vervlochten zijn. Ja, zeker, maar dat is het punt. Kijk, maar dat is het punt in maatschappelijke processen. Er zijn mensen, dat zijn psychologen, marketingmensen, economen, politicologen. En vanuit hun visie wordt er naar dingen gekeken. Maar opgeteld moet je natuurlijk als het ware horizontaal kijken door al die silo's heen. En dus per silo kun je wel iets vinden. Maar het is de interactie tussen al die verschillende processen. Tussen politici, tussen de media, tussen de bedrijven, tussen de actievoerders, die maakt wat er gebeurt. En dat is een heel dynamisch proces, wat gewoon continu verandert. De ene keer heb jij een beter verhaal, de andere keer heb je geen verhaal. Het wordt opgepakt, wordt niet opgepakt. En dat maakt ook dat dingen vaak zo langzaam gaan. Als je de wereld op deze manier volgt, ook zoals jij het doet, dan zie je soms ook iets aankomen. Je kunt, dat heb je in het verleden ook een paar keer bewezen. Toen mensen zeiden, oh, wat doet die negatief? Dat is niet negatief. Je zag realistisch dat er een slecht scenario aankwam. Maar dan heb je ook nog gelijker gekregen. Zie jij nu ook een dergelijk scenario aankomen? Voor de komende jaren. Hoe gaat er iets gebeuren? Komt er een klap of zeg je nee, we blijven op die jaar door? Nee, economisch wel. Maar de economie is op één puntje natuurlijk. Hè. Maar in de economie, als we teruggaan naar 10 jaar geleden toen als waar de schuldencrisis ontstond. Daar zijn we uitgekomen. Tenminste, de economie is wel hersteld. Het gaat alweer wat beter. Ik denk, waar we het net over hadden, ik denk dat de problemen groter zijn. Maar het wordt ook een beetje overeind gehouden doordat de rente extreem laag is. Zolang jij je schulden kunt betalen, je rente- en aflossingsverplichting kunt voldoen, is niks aan. Als die rente omhoog gaat, dan gaan natuurlijk langzaam zeker weer mensen in problemen komen. Dus de vraag is, dat die rente laag is, heeft consequenties voor sparen, heeft geen zin. Pensioenen komen onder druk te staan en het speculeren neemt handen op vooral toe. Want waarom zijn de huizenprijzen in Amsterdam zo hoog? Geld is gratis. Dus dat heeft de bijvangst, het effect van gratis geld is. Economisch herstel is een beetje op gang gekomen. We hebben het nemen van maatregelen kunnen uitstellen. Verlies hoeven we niet te nemen. Maar de tegenkant, de andere kant is ongelijkheid, speculatie, pensioenen. En dus op dit moment wint als het ware die lage rente nog. Maar er is ook een moment dat tij gaat keren. Dan gaat de rente omhoog. Ja, dan gaan er... Maar dan durf je aan een voorspelling te wagen. Komt er iets aan de komende jaren? In Amerika zijn ze de rente laten verhogen, de Fed. Ja, andere landen gaan ze het ook doen. En er gaat ook maatschappelijk onrust ontstaan over die huizenprijzen bijvoorbeeld. Over de ongelijkheid. Wat ik net al zei, met de bovenkant van de samenleving. De mensen die als het ware een eigen huis hebben en die een beetje beleggen. Wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Nou, dat is weer die interactie. Maar letterlijk. Nee, eerst moet op een gegeven moment de condities daar zijn dat er iets gaat gebeuren. Dus het moet als het ware maatschappelijk onvrede zijn. Net onvrede over ongelijkheid en speculatie. Sparen heeft geen zin. Dat is dan een voedingsbodem die kan leiden tot, jongens, we moeten de rente omhoog doen, want daar gaan wij een keer van profiteren. Ja, dus het is nooit één groep, het zijn altijd verschillende groepen die met elkaar als het ware om elkaar heen draaien. En op een gegeven moment wijzen de pijlen in dezelfde richting. En dan bam, maar bedoel, het is niet zo dat je denkt, het financiële systeem gaat failliet over twee jaar. Of we storten in over 2 jaar. Of er staat ons een hele grote crisis te wachten over 2 jaar. Nee, dat ook niet? Nee, het gaat om een crisis, maar dat zag je in 2008 ook. Dat was een serieuze crisis. Daar zijn we ook uitgekomen. Hè? Niet helemaal, maar dat heeft tijd. En dat gaat ook weer gebeuren. Kijk, want als er een crisis ontstaat, gaan mensen dingen doen. En dat is wat wel gebeurt, hè. Ze praten over de traagheid van besluitvorming. Als er een crisis is, dan is iedereen ervan doordrongen. Nu moet er wat gebeuren. En we kunnen niet uren en dagen praten. Dan gaat de beuk in. Mag ik dan concluderen? Laten we hopen op korte termijn op een crisis. Op een fijne crisis. Nee? Als kom ik later, is dat wel fijn. Maar dan krijg je hetzelfde verhaal als van net al. Kijk, elke crisis heeft ook winnaars en verliezers. Daar kom je niet onderuit. Kijk, als er een crisis is, dan weet iedereen dat er moet gebeuren. Maar er zijn ook heel veel mensen die de consequenties daarvan zijn heel vervelend. Dus waar sta je? Er gaat een crisis komen, er gaat ook weer uitkomen. Alleen, er zijn winnaars in dat proces, en in dat proces ook heel veel verliezers. Dat gaat uitkomst zijn. Maar dat is de boodschap van iedere crisis. Kees. We komen eruit al, echt. Maar niet iedereen. Dat is heel fijn om te horen. Zeker, daar maak je namelijk geen zorgen. Oké, dank je voor dit verhaal. Ja, dan.